Goedemorgen allemaal. Ik heb de zaal geïnspecteerd. Inderdaad, vrij wit. Vrij, ja, man-vrouw gaat nog wel. Maar het is toch inderdaad wel een typische afspiegeling van wat je in inspraakzaaltjes tegenkomt en tegenkwam. Ik heb daar wel een verleden in. Ik zal even mijn naam noemen, Frans Musters. Ik ben voorzitter van SBE, Samenwerkende Bedrijven Eems Delta. Maar daarnaast heb ik nog wel wat andere ervaringen met participatie en gesprekken met omwonenden via mijn functie als voorzitter van Groningen Dorpen. En daar nog weer voor was ik directeur van een coöperatieve Rabobank. En dat laatste houdt in dat je op een gegeven moment ook regelmatig met leden en klanten bijeenkomst hebt over hoe je de dienstverlening organiseert. En dat zijn best wel eens spannende bijeenkomsten geweest. Ik zie IJzer Luitjes daar zitten en die was in de tijd voorzitter van zo'n Rabobank. En we hebben best wel eens spannende bijeenkomsten meegemaakt, waarbij je inderdaad letterlijk ervaart dat de ervaringen van mijn voorgangster, die zijn waar. Hè? Dat participatie is niet altijd dat het draagvlak is. Dan blijft het nog lang smeulen en dan moet je heel goed je best doen om die communicatie op gang te houden. Waarom ben ik uitgenodigd om hier wat te vertellen over een voorbeeldproject in de Eems Delta? Dat is vanwege het feit dat de bedrijven in de Eems Delta, ik zal even wat vertellen over de samenwerkende bedrijven Eems Delta, dat is een vereniging van 120, en het kunnen ook 121 zijn, bedrijven die in de Eems Delta, dat betekent Eemshaven en Oost-Oost-Gebied van Delfzijl en annexgebied met toeleveranciers, die daar hun bedrijf hebben. Dat zijn vaak ondernemingen die onderdeel zijn van een groot concern, heel vaak ook buitenlandse aandeelhouders of buitenlandse concerns die daarover gaan. En wij hebben het met elkaar over als vereniging binnen allerlei werkgroepen, hebben we het over hoe gaan we onze ambities als Nederland, maar ook als Eems Delta, hoe gaan we die realiseren. De samenwerkende bedrijven Eems Delta heeft een visie neergelegd, een plan om in 2030 al hele forse stappen richting duurzaamheid te zetten. En in 2050 als gezamenlijk bedrijvenverband ervoor te zorgen dat de Eems Delta een CO2-absorber gaat worden. Dus een negatieve CO2-uitstoot heeft. Wij gaan compenseren voor wat in de rest van Nederland niet voor elkaar is. Als je zo'n grote uitdaging hebt, ja, dan moet je wel weten waar je het over hebt. En dan is het ook van belang dat je met elkaar kennis en expertise deelt en niet elkaars concurrent bent. Bijvoorbeeld de kwestie werkgelegenheid en arbeidsmarkt. Op dit moment ervaart de industrie overal in de wereld, maar ook vooral ook in de Eems Delta, dat er een schreeuwend tekort is, nu al groter gaat worden aan technische arbeidskrachten. Het meest simpele wat er dan gebeurt is dat mensen van een bedrijf, bijvoorbeeld een gipsfabriek, wordt gevraagd, ken jij nog iemand die bij ons zou willen komen werken? En als je die dan aanbrengt, dan krijg je €1000 aanbrengpremie. Nou, dat zijn dingen die gebeuren, maar waarvan we met elkaar wel weten dat dat niet wenselijk is. Want dan krijg je op een gegeven moment een competitie, net zoals nu in Groot-Brittannië, waar ten gevolge van de Brexit er een schreeuwend tekort aan vrachtwagenchauffeurs is. Dat las ik vanmorgen wel in het Financieel Dagblad. 100.000 vrachtwagenchauffeurs tekort, waardoor de supermarkten niet beleverd worden. Nou, je moet je voorstellen, als het in ons gebied zo zou zijn dat er geen technici meer bij de chemiebedrijven of bij de energiebedrijven zijn, dan kan zo'n hele regio ervoor zorgen dat er grote disrupties gaan ontstaan. Dus dat zijn thema's die we binnen het samenwerkingsverband van de bedrijven met elkaar bespreken om naar betere oplossingen te komen dan alleen maar wegkapen van personeel. Maar ook zaken als de nieuwe omgevingswet, waar we vanmorgen met elkaar over spreken, maar wel met elkaar al heel lang over spreken. Dat roept bij de bedrijven vragen op, hoe gaat dat dan? En als je nou zittend bent in je omgeving en je verandert niet zo gek veel, dan hoeft dat niet zo'n groot probleem te zijn, denken wij. Maar met name de grote aangekondigde investeringen van nieuwe bedrijven en ook bestaande bedrijven die willen investeren in de regio om aan die ambitie vorm te geven, dat roept de vraag op van hoe gaat dat dan straks in zijn werk? En dat komt al dichtbij. Hè? 2022 is de bedoeling dat hij van kracht is en in werking gaat. En vandaar dat binnen de werkgroep Omgeving en Veiligheid van de SBE de vraag kwam, Frans Alting, want daarvoor spreek ik vandaag, want Frans Alting is de directeur die over dit soort zaken gaat. Ik ben alleen de voorzitter maar. Frans die kwam dus met heel veel dezelfde soort vraag van hoe gaan we hiermee om? En moeten we wachten totdat het boek, de handleiding helemaal klaar is? Of kunnen we vast van tevoren met elkaar oefenen? Bijna alle bedrijven zijn wel naar informatiebijeenkomsten geweest. En iedereen kwam daar terug van nou, er is mij wel wat helderder geworden, maar hoe het exact moet, grijs terrein. In de gesprekken die toen volgden was er een nieuw bedrijf wat zich wil vestigen in Oost-Hoorn gebied.
Sky Energy, misschien wel eens van gehoord. Dat is een bedrijf wat biokerosine wil gaan maken. Een samenwerkingsverband van Shell. Shell levert nu kerosine. En KLM. En KLM gebruikt die kerosine als brandstof. Ik schrok trouwens laatst van de prijs. Hebben jullie enig idee wat een liter kerosine een luchtvaartmaatschappij kost? We weten allemaal wat de benzine kost. 1,99. 30 cent. Ja, ongelooflijk, hè? En dan heb je een topbrandstof die nog veel meer octaan heeft dan de gewone benzine bij de pomp. Dus we snappen wel, als er bio-kerosine moet gemaakt worden als brandstof naast synthetische kerosine of batterijvliegtuigen, dat nog wel een beste uitdaging wordt. Nou, Sky Energy die is bezig zich voor te bereiden op de vestiging, heeft daarvoor een omgevingsvergunning nodig en ook een milieueffectenrapportage. En Sky Energy heeft aangeboden om als pilot te willen fungeren, om met elkaar te oefenen met alle stakeholders die bij het proces horen. Onder begeleiding van een ingenieursbureau, samen met andere leden van de SBE, met provincie, met gemeente, met omgevingsdienst, veiligheidsregio, iedereen die betrokken is, om te gaan oefenen. En dan meteen praktijkgericht om iets te doen, om te kijken of daarmee die omgevingswet goed doorlopen kan worden. Dat participatieproces met name, dat roept heel veel vragen op. Wat bij de Eems Delta denk ik ook nog wel een fenomeen is, dat heel veel van die bedrijven, die hebben een leiding en de staf en de holding ergens anders zitten. Werknemers wonen in de regel nog wel in de buurt of in de provincie Groningen, maar directeuren en andere chiefs die zitten vaak wat verder weg. Dat riep mij de vraag op toen Lisbeth stelde bij haar betoog dat de inwoners vandaag niet zo betrokken zijn. Toen vroeg ik me oprecht af van hoeveel van ons, van wie we vanmorgen bij elkaar zijn, woont bijvoorbeeld in de Eems Delta. Mag ik een paar handen zien? Ja, en dat is iets waar ik sinds mijn aantreden als voorzitter van SBE vaak tegenaan loop. Dat is iets, je werkt er en je werkt voor een bedrijf en voor de regio. Heel veel werknemers wonen ook in het gebied, dat zijn dus inwoners. Maar de mismatch tussen het geven van leiding aan zo'n bedrijf en het er wonen, dus het eigenaarschap daarmee, dat is mij wat dat betreft wel volstrekt helder geworden. En ik geloof ook dat een van de doelstellingen van die participatie was dat het eigenaarschap van het gebied moet vergroten. En ik denk dat dat essentieel is. Eigenaarschap, dat je ergens trots op bent en eigenaar bent en er goed voor wil zorgen, is ook vaak volgens mij, dat heb ik in mijn planologische opleiding geleerd van professor Van den Berg, het hebben van een huis als huurder of het hebben van een huis als een koopwoning, dat schijnt nogal wat uit te maken over het onderhoud en de kwaliteit van de omgeving. Dus om die stelling op te pakken, het feit dat je er woont, dat kan helpen om de betrokkenheid, het eigenaarschap te vergroten. Mijn rondgang bij SBE, bij de directeuren van al die plants, zoals ze heten, was ook al de vraag van waar woon je? Nou, dat was gelukkig wel in het gebied, groter dan Eems Delta, maar niet te groot dat het uit de Randstad was. Veelal wonen deze mensen in overige Groningen, de stad of in Drenthe, en wat dat betreft wel dichtbij genoeg. Wat me ook is opgevallen is dat iedereen, en dat is in 2020 was die kennismakingsronde, deels digitaal, maar ook deels fysiek, dat al die chiefs of de planmanagers allemaal als eerste aangeven dat duurzaamheid voor hun geen modewoord is, maar gewoon een license to operate. En niet alleen voor de aandeelhouders of voor de chefs in het buitenland, maar ook voor hun eigen omgeving. Dat viel me echt ontzettend op vergeleken met een jaar of 10, 15 geleden, toen ik bestuurslid was van SBE. Dat toen op een gegeven moment milieu was, maar ja, modewoord, moeten we eens een keer wat gaan doen. Dat is in 2020 is dat volstrekt omgedraaid. Al die bazen van die bedrijven, en Jan-Willem die kent ze denk ik ook wel stuk voor stuk, die spreken allemaal oprecht uit: ik wil zorgen dat mijn omgeving een goede footprint heeft en dat we de zaak niet verzieken, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen die hier wonen, maar ook voor mijn kinderen. Want allemaal vrezen ze het grote dispuut 's avonds aan tafel. Papa, je was vandaag op het nieuws en jouw bedrijf, je moet je maar voorstellen dat je directeur van Tata Steel bent en die regelmatig op het journaal is. Ja, dat vinden die kinderen niet fijn. En die ouders, die mannen of vrouwen die zo'n bedrijfsleiding geven, spreken allemaal uit: ik wil met een gerust hart het bedrijf achterlaten als ik weer wegga. Dus allemaal oprechte intentie en intrinsieke motivatie om te zorgen dat we het schoon en goed en duurzaam doen.
En dat is een belangrijke winst. Dat wil ik jullie meegeven om ook in het achterhoofd te houden dat er de tegenstelling tussen industrie, die er rond 2000, 2005 nog wel was, en vandaar dat economie en ecologie, dat die toen is opgericht om te zorgen dat die balans er kwam. Daar was de Eemsdelta denk ik een van de pioniers in Nederland van. Dat we dat nu ook echt tot een gedragen iets hebben gemaakt, met name bij de leiding van de bedrijven. We zijn heel benieuwd wat de pilot gaat opleveren. Die pilot van Sky Energy, dat moet denk ik een soort proefdruk worden voor de andere bedrijven. En dat proces gaat zich dit najaar afspelen, want Sky Energy wil in het voorjaar al met de omgevingsvergunning aan de slag en met de milieueffectrapportage. Dat moet ook wel, want de investeringen, daar wordt nu de laatste hand aan de financiering gelegd, die moeten gaan plaatsvinden. We moeten die versnelling met elkaar maken, dat ook het vliegen op een duurzame en minder belastende manier kan. En dat, wat dat betreft mogen we best wel trots zijn dat dat bedrijf gekozen heeft vanwege allerlei factoren voor een locatie daar ongeveer te midden van de opening die nog overblijft tussen die twee T's. Daar gaat Sky Energy zich vestigen. Dus dat is even mijn bijdrage over hoe het bedrijfsleven in de Eemsdelta zich voorbereidt op die omgevingswet met heel veel onzekerheid, maar met name de wens om een succes van te maken. Heeft mijn betoog nog een vraag of opmerking opgeroepen? Ja, ik zie een vraag helemaal achterin. Komt de microfoon naar u toe? Ik ben benieuwd, u zei net dat het bedrijf dus zeg maar heel veel participatie wil gaan doen en ook dat het een pilotproject is. Mm-hmm. Ik ben van Tennet, het hoogspanningsnet. Mm-hmm. Ja. En ik ben eigenlijk benieuwd, ik weet niet precies waar het komt hoor, maar zeg, het komt redelijk in de buurt van een hoogspanningspinning of een station. In hoeverre of wij betrokken worden bij zo'n overleg? Lijkt mij. Ik ken niet alle deelnemers. Ik heb een lijstje van Frans Alting meegekregen. Daar staan jullie niet op, maar dat is een overkoepelende lijst. Ik neem aan dat jullie wat dat betreft daarvoor uitgenodigd moeten worden of gaan worden. En zo niet, dan heb je me nu gezien en spreek mij aan daarop. En ik ken Tennet vrij goed vanwege een studievriend van mij die daar ook bezig is met de leiding in deze buurt. Ja, dus absoluut. Alle stakeholders, alle... Dit moet er meedoen. Dan bedankt voor de aandacht. En we gaan zo mooi verder, denk ik. Pieter Nel.